Welkom allemaal in Proeflokaal België. Mijn naam is Tom Weel, ik ben voorzitter van het bestuur wat een cheque gaat overhandigen. Dus de plek waar het 3 jaar geleden allemaal begonnen is. Na afloop van een van de hier maandelijks georganiseerde popquizzen. 3 deelnemers van het team Bar en Boos, samen met ondergetekende, samensteller en presentator van die popquizzen, vonden het een goed idee om de grootste popquiz te gaan organiseren en het bestaande record in het Guinness Book of Records te verbreken. Vanwege het vrijwel samenvallen met 3FM's Serious Request actie van het Glazen Huis ging de opbrengst beide jaren naar dat betreffende doel. In het afgelopen jaar moest voor de 3e editie om praktische redenen uitgeweken worden naar een andere locatie en daardoor moest ook gedacht worden aan een andere opzet. En dat werd Popquiz XL Kroegentocht in de binnenstad op 3e kerstdag. Waarbij de deelnemende teams telkens in een ander café 2 rondes moesten bijwonen. En zo gingen ruim 50 teams aan de wandel en werd ook deze opzet als zeer geslaagd ervaren door zowel deelnemers als de organisatie. Met dank aan alle deelnemers, vrijwilligers en organisatie overhandig ik nu graag de cheque ter waarde van €1500 aan de mensen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almelo. Hartelijk dank, geweldig, mooi, prachtig. De eerste keer dat de popquiz werd gehouden was ik in de zaal, maar het behoorde niet tot de winnaars. Maar ik kon niet weten dat ik 2 jaar later wel tot een winnaar zou behoren, want als voorzitter van het Jeugdfonds Almelo, waar het Sport- en Cultuurfonds onder valt, ben ik ongelooflijk blij met deze cheque. Daar kunnen we heel veel goede dingen voor doen. Zoals net al gezegd werd, het Jeugdfonds Almelo is hard nodig. We hebben in Almelo zo'n 2400 kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning op velerlei gebied. Met name ook op cultuur en op sport. Maar vlak niet uit de zaken die spelen op het gebied van leren en naar school gaan. En andere zaken als een verjaardagje vieren voor bijvoorbeeld Verjaardag in de Maak. Een stichting die inmiddels onder onze vleugels valt. Wij zullen dit aanwenden voor jeugd en cultuur. En dat zullen we met heel veel plezier doen.